Een thuis begint met een huis, liefst een permanente plek. Maar een thuis betekent ook kunnen bouwen aan je toekomst. Daarvoor is bestaanszekerheid, vertrouwen en ruimte voor talentontwikkeling nodig. Een toekomst waarin alle jongeren een thuis hebben, vraagt om een nieuwe manier van denken en doen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Nou, je bent hier op de Nieuwe Groenmarkt 24, midden in het centrum van Haarlem. Waarin we nu in de keuken zitten van ons kamerproject waar 4 jongeren permanent mogen wonen. Onder begeleiding van een mentor en van de medewerkers van Bedrijven Samenleving. En hebben we 1 kamer waar jongeren hier tijdelijk kunnen wonen tot er een oplossing is. Het is eigenlijk gestart met een mentorproject. Dat project is 15 jaar geleden begonnen. Tijdens die 15 jaar hebben we gezien dat jongeren veel meer nodig hebben dan alleen ondersteuning. En een dak boven je hoofd is eigenlijk het allerbelangrijkste. We hebben 13 woningen. De eerste 4 woningen zijn 4 kamers op een zolder. Waar jongeren 2 jaar mochten wonen bij het start van ons project. Omdat we vonden dat er doorstroom moest zijn. Alleen we merkten al snel dat na een jaar de jongeren toch weer in een rat zaten om... waar moet ik dan strakjes naartoe? En met het kansfonds hebben we daar ook veel over gesproken met allerlei projecten. En we zijn aan een nieuw paradigma aan het werken. Waaronder ook heel duidelijk is dat een huis iets permanents is en waar je je thuis moet voelen. Dus al onze projecten waar we nu starten, mogen alle jongeren permanent blijven wonen. Dus waardoor ze de rust hebben om te werken aan hun toekomst. Leuk is misschien ook nog om te vertellen dat we met alle locaties, dus ook met de dames, want we hebben 1 meidenhuis zoals wij dat noemen, met z'n 13e en de mentoren erbij, activiteiten met elkaar organiseren, zodat ook ze leren hoe je aan een nieuw netwerk kan bouwen en hoe je een netwerk kan behouden. Dus we hebben van de zomer gevaren met ze, we koken met elkaar. We gaan ook wel eens lasergamen, vind ik zelf iets minder, maar goed, we doen gezellig mee. Dus dat is nog wel belangrijk. Het moet ook leuk zijn en we moeten plezier hebben met elkaar. Ik denk dat het voor de jongeren werkt omdat ze zelfstandig wonen. Dus ze worden in hun waarde gelaten. Er wordt hun vertrouwen gegeven in ze geloven. En ik denk met die mentor, zeg ik altijd, de A van aandacht, die ze misschien niet altijd hebben gehad, dat die 4 elementen eigenlijk zijn waardoor ik geloof dat dit werkt.